nooit, maar dan ook nooit meer de wereld buiten de gevangenis zien. Een levenslange gevangenisstraf. Levenslange gevangenisstraf. Een levenslange gevangenisstraf. Levenslang. De zwaarste straf die we in Nederland kennen. En die is nog nooit zo vaak opgelegd als dit jaar. Maar liefst 8 keer. De laatste die erbij zijn gekomen, 4 mannen in het enorme liquidatieproces Eris. Rondom motorclub Caloago. De moorden die zij pleegden waren gewetenloos en zeer gewelddadig, zei de rechter. Zo werd op de openbare weg, soms in het bijzijn van getuigen, gebruik gemaakt van automatische wapens, waarbij meerdere kogels van dichtbij onder meer in het hoofd werden afgevuurd. En toch. Het is uniek dat in één zaak zoveel verdachten terecht staan en dat de rechter ook zulke hoge straffen oplegt. Daar komt ook nog eens bij, in Nederland is levenslang langer dan in veel andere Europese landen. Hoe kan het dat er steeds meer mensen levenslang vastzitten en waarom gaat dat misschien wel veranderen? Dit is Levenslang Uitgelegd. Goed, de straf levenslang. Dat betekent dat zolang als je leeft, je niet meer buiten de muren van de gevangenis komt. Klinkt logisch. Maar dat Nederland daar zo mee omgaat, is bijzonder. Kom ik straks nog even op terug. Alle levenslang gestraften zitten vast voor 1 of meerdere moorden. Sommigen bijvoorbeeld ook voor moord met een terroristisch motief. Zoals Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh. En Gugman T., die in 2019 4 mensen vermoordde bij een tramaanslag. Op dit moment zitten er in Nederland 56 mensen levenslang vast. Van wie er 15 nog wachten op een definitief oordeel. Bijvoorbeeld ook die 4 uit het Eris-proces. En daar blijft het waarschijnlijk niet bij. Want er lopen ook nog zaken waarin levenslang is geëist. Zoals tegen Delano G. en Camille E. voor de moord op Peter R. de Vries. Tegen Ridouan Taghi en nog 4 anderen in het Marengo-proces. En tegen 3 verdachten in het MH17-proces. Steeds vaker oordeelt de rechter levenslang. Kijk maar, rond 2000 zaten er nog 10 mannen vast en dit jaar zijn het er al minstens 4 keer zoveel. Trouwens, de enige vrouw die sinds de Tweede Wereldoorlog levenslang kreeg, was kinderverpleegkundige Lucia de B. in 2003. Zij werd veroordeeld voor 5 kindermoorden en 2 pogingen tot moord op ziekenhuispatiënten. Maar in 2009 bleek dat zij ten onrechte was veroordeeld en werd ze vrijgesproken. Er is geen spoor van bewijs gevonden. Dat was de uitspraak. Ik moet het echt allemaal laten bezinken. Want, Hoe kan het dat het er nu zoveel zijn? Er worden in elk geval niet meer moorden gepleegd in Nederland. Dat aantal is in 20 jaar ongeveer gehalveerd. Of de moorden die worden gepleegd ook gewelddadiger zijn, dat is niet onderzocht. Wat we bijvoorbeeld wel weten, rechters straffen gemiddeld 11% zwaarder dan 20 jaar geleden. Vooral seksuele en geweldsmisdrijven worden harder aangepakt. De straffen hiervoor waren in 2018 ongeveer 65% hoger dan in 1998. Hoe dat komt? Een van de redenen, rechters lijken te reageren op de maatschappelijke roep om zwaarder te straffen. Denk bijvoorbeeld aan de rechtszaak tegen Volkert van der Graaf, de moordenaar van Pim Fortuyn. In 2003 eist het Openbaar Ministerie levenslang tegen Van der Graaf. Maar dat krijgt hij niet. Veroordeelt hem tot de gevangenisstraf voor de duur van 18 jaar. Ik ben ervan overtuigd dat als een lid van het Koninklijk Huis was omgebracht, dat dan wel levenslang was geweest. Uitermate teleurstellend wat dat betreft. Het maatschappelijke sentiment speelt dus een rol. Maar de politie is ook een stuk slimmer geworden in het oprollen van moordcommando's. Ze halen de laatste jaren bergen bewijs uit onderschepte berichten, waardoor meerdere mensen tegelijk kunnen worden veroordeeld. Het lukte de politie om een versleutelde chatdienst voor criminelen te kraken. En op die manier konden ze meer dan 260.000 berichten inzien. Criminelen dachten vrijuit te kunnen communiceren, zonder dat wij deze communicatie zouden kunnen onderscheppen. Of straffen in deze zaken ook hoger liggen, weten we niet. Maar feit is wel dat door deze nieuwe opsporingstechnieken het vaker lukt om niet alleen moordenaars, maar ook de opdrachtgevers in liquidatiezaken te veroordelen. Ik zei het net al even. Hoe Nederland omgaat met levenslang is uitzonderlijk. Het is namelijk een van de weinige Europese landen waar levenslang meestal ook echt levenslang is. In Noorwegen bijvoorbeeld bestaat die straf niet eens. En in Duitsland beoordelen rechters na 15 jaar of iemand weer klaar is om terug te keren naar de maatschappij. En ook in België werkt het zo.
Trouwens, sommige landen hebben wel een soort backup systeem, waardoor in extreme gevallen mensen langer opgesloten kunnen worden. Zoals Noorwegen. Na de aanslagen van 2011 wilden de Nooren Anders Breivik voorgoed achter slot en grendel krijgen. Hij doodde 77 mensen bij een aanslag op een zomerkamp op het eiland Utøya en in een regeringswijk in Oslo. Du kan denken dat het was som de verste skrekfilmen du har opplevd, men du er midt i det selv. Zolang hij een gevaar voor de samenleving is, kan zijn maximale straf van 21 jaar iedere 5 jaar worden verlengd. Terug naar Nederland. Wij delen vanaf 1870 levenslange gevangenisstraffen uit, als vervanging voor de doodstraf, die toen werd afgeschaft. De eerste 100 jaar betekende die straf nog niet echt levenslang. Daarna wordt het geleidelijk strenger en vanaf 2004 gaat de knop echt om. Toenmalig minister Piet Hein Donner van Justitie zegt dan dat levenslang ook echt levenslang moet zijn. Niemand komt meer eerder vrij. Maar dat leidt tot kritiek. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens verbiedt inhumane, uitzichtloze straffen. Alle Europese landen moeten een systeem in hun wet hebben waarbij levenslang gestraften uitzicht hebben op vrijlating. Ook Nederland moet anders omgaan met levenslang. Gevolg? Nederlandse rechters worden terughoudender in het opleggen van levenslang. Het systeem waarop we levenslang hebben ingericht, daarvan hebben rechters gezegd dat deugt niet. Dus als ik niks doe, dan wordt het een soort museumstuk wat nooit meer gebruikt wordt. En dan zitten mensen dus niet lang genoeg vast. En dus stelde Dijkhoff vanaf 2017 een adviescollege in. Dat moet kijken of iemand die levenslang is veroordeeld na 25 jaar terug kan keren naar de samenleving. Uiteindelijk beslist een staatssecretaris of minister of iemand na meerdere keren en jaren van verlof gratie krijgt. De straf wordt dan dus kwijtgescholden. Op papier voldoet Nederland daarmee aan de Europese regels. Maar in de praktijk brandt de minister zich hier liever niet aan. Je zult maar degene zijn die de moordenaar van Theo van Gogh vrijlaat. Of Willem Holleder. Of terrorist Gökmen T. Gebeurt dus ook bijna nooit. Een van de uitzonderingen komt in januari 2021. Toenmalig minister Dekker komt er dan echt niet meer onderuit. Met tegenzin en voor het eerst in jaren verleent hij gratie aan Jeff Dead Eye. Bijna 40 jaar geleden kreeg hij levenslang voor het doodschieten van 6 mensen in café Het Koetsiertje in Delft. Toen zat er de 2 jongens te kaarten waarvan die 1 na verloop van 5 minuten opstond en zo zonder de gekke dingen zomaar iemand een klant uit de zaak doodschoot, midden in zijn gezicht. Uiteindelijk krijgt Jeff Dead Eye gratie na een advies van de rechter. Onder meer omdat straffen niet langer nodig is en hij klaar is om terug te keren in de maatschappij. Een paar maanden later kreeg ook een andere levenslang veroordeelde gratie, Loy Wa C. Hij zat uiteindelijk 33 jaar vast voor 4 moorden. En een van de voorwaarden van zijn vrijlating is dat hij moet vertrekken naar zijn geboorteland China. Gedetineerden kunnen dus gratie vragen bij de minister, maar het ook echt krijgen is zeldzaam. En dus moet er iets veranderen, zeggen critici. Niet de minister, maar rechters moeten beslissen over vrijlating. Ook de nieuwe minister van Rechtsbescherming, Frank Weerwind, vindt dat. Hij wil de wet veranderen. Het kan te politiek worden. Ik vind dat je dat moet willen voorkomen. En daarom zeg ik van, zet het neer. Leg het neer bij deskundigen. Een speciale rechtbank gaat dan over vervroegde vrijlating. De levenslang gestrafte moet dan wel minstens 30 jaar zitten. Anders zou levenslang korter kunnen duren dan de langste tijdelijke straf. Een paar voorwaarden. De gevangene moet een positieve ontwikkeling hebben doorgemaakt en er mag geen risico zijn op herhaling. Het zou een keerpunt in het Nederlandse recht zijn. Wat vind jij? Betekent levenslang dat iemand nooit en ten nimmer meer buiten mag komen? Of moet iemand na een bepaalde tijd weer een tweede kans krijgen? Laat het weten in de comments. Dank je wel weer voor het kijken en houdoe!